Isaac, tweede plaats. Hoe bijzonder is dat? Ja, ik had zelf dat is een beetje verrassing, want ik had op voorhand gezegd, ik ga gewoon top 10. En, of top 15 zelf. Dat is de eerste keer dat ik bij de senior loop. Dus ik had eigenlijk niks verwacht. En uiteindelijk, ja, ik heb die aan iedereen verrast, denk ik. Ja, en je verrast ons ook, want je liep ontzettend sterk mee met de twee Turken. Zeg maar Kenianen eigenlijk, hè. En met Philip Ingebrigtsen. Wat dacht je? Ik maak hier nog kans om kampioen te worden. Ja, ik denk dat, want op dat moment ik voel me heel zo echt sterk. En dan, ik kon zelf niet meer ademen. Ik voel me echt zo goed. Ik kon zelf niet meer inhalen. En ik zeg gewoon, Isaac, het is Nederland hier. Het is allemaal België. Maak die mensen trots gewoon. Want vooral, ik denk, het was echt zo mooi om te zien hoeveel de mensen het echt overleven. Zelf de Nederlanders en de Belgen. Dat was echt de mooiste kampioenschap dat ik ooit meegemaakt, denk ik. Ja, het is fantastisch. Tweede plaats. Heel veel Belgische supporters, Nederlandse supporters. Wij kennen jou natuurlijk al van de cross. Cross ligt jou wel. Hè? Roeselaar ook goed gedaan. Ja, Roeselaar, de vorm was heel goed. De trainer had ook mij gezegd. Is dat gewoon rustig blijven en dan de laatste ronde afmaken. Dan, en vandaag ook. Ik denk dat zijn zo'n soort parcours. Dat ligt me heel beter, denk ik, dan gewoon veel modder is. Gefeliciteerd. Tweede plaats. Mooi naar de ceremonie nu. Geniet ervan. Ja, dankjewel. We gaan zeker genieten.